We hebben een hele leuke initiatiefgroep Tiny Houses. Er zijn ideeën, daar gaan wij donderdag, gaat dat ook gelanceerd worden om te gaan bouwen op boerenerven. Weet je, daar heb je het wel over woonconcepten die en tussen die ondergrens en die bovengrens in zitten. En die ook over het algemeen ontzettend duurzaam zijn. Dus daar, voor de boeren voor bouwen op het erf. Ja, in plaats van zeg maar de schuren die er nu zijn. Want we willen niet dat er meer gebouwen komen in het groen. De fundatie is er al onder de stal. Oftewel, die gierkelders dus, zijn prima gefundeerd. Ja, en er zijn agrariërs die stoppen of die allerlei mogelijkheden zien op plekken waar nu ongebruikte zeg maar schuurruimte is, waar gebouwd kan worden. Dan hoor ik weer roepen van ja, maar je zit zover overal vandaan en kan en moet dat nou wel? Ja, maar dat zijn over het algemeen zijn dat mensen die er ook voor kiezen om daar te willen wonen. En dat zijn natuurlijk mooie, dat komt mooi bij elkaar. En die ruimte moet komen. Ja, ik vind dat er ook ruimte moet komen. En wie wordt dan de verhuurder? Dat ligt eraan, dat kan heel verschillend zijn. Weet je, je hebt natuurlijk ook coöperaties. Het is mijn boerderij, mijn grond. Als het jouw grond is en jij wil daar eigenaar blijven, dan ben jij de verhuurder. Het kan ook zijn dat er een coöperatie is van inwoners, een groep inwoners die met elkaar een soort van coöperatief eigenaarschap. Ja, weet je. In de klassieke zin van het woord bedoel ik dan. Hè? Ja. Men verenigt zich om een. Om huizen te kunnen bouwen. Ja, nou, wie weet. Maar het is in ieder geval iets waar je als gemeente enige sturing op hebt. Want het vraagt aanpassing van bestemmingsplannen. Dus je kan gewoon in overleg met die boeren kijken. Prima dat hier iets van woningbouw komt. En je kan zeggen, maar wel binnen de voorwaarden dat het betaalbaar is. Ja, je kunt en je dat eigen het dan bepaalde maken. En je kunt zelf bepalen wie er wel zeker niet Ja, wij vinden dat hele leuke initiatieven. Mag ik hem daarmee afsluiten? Ja. Het gaat vooral om gedrag. Ja. En als het om gedrag gaat, weet je, over verkeer gesproken, de Fietsersbond heeft een heel klein budget gekregen hè, om wat dingen te doen in de stad. Om die fietsen die overal maar rondzwerven, om daar wat aan te doen. En die tekenen gewoon een paar lijnen op het asfalt. En wat gebeurt er? Mensen zetten netjes hun fiets in dat vak. Dus dat zijn natuurlijk hele creatieve, leuke oplossingen als het gaat om gedrag. En ook als het gaat om. Er zijn mensen die dat netjes doen. Ja, er zijn meer mensen die dat netjes doen dan mensen die dat niet netjes doen. En last hebben we van de. Kijk, het gros van de samenleving houdt zich aan de regels. Maar last hebben we van degenen die het niet doen. Ja, maar dat kan je wel aanpakken. Hè? Dus we hebben nu de discussie over de Hollandbaan. Die loopt zo tussen de Esselaan door en Molenvliet. Dat is een weg die, zeker als die Rembrandtbrug er komt, nog veel drukker gaat worden. Die is net opgeknapt en mensen rijden daar te hard. Levert geluidsoverlast. Ik kwam voor mijn moeder regelmatig in Utrecht en daar hebben ze precies zo'n weg die ook alle ruimte geeft om hard te rijden. Maar dan hebben ze die belijning net een beetje zo gemaakt dat je het idee van, oeh, dat past net. Nou, daar rij je niet te hard. Dus het zijn soms hele kleine dingen die maken dat het gros van de mensen zich ineens fatsoenlijk gaat gedragen. Ja, maar dan als jij maak je weer het punt, een gros. Maar het gaat nog net om die mensen die het niet doen. Wat doe ik daarmee? Diegene die zich maar niet. Als je nou moet kiezen, zou je dan. En je hebt een bepaalde hoeveelheid geld. Hè, we hebben gewoon een bepaalde hoeveelheid geld. En je kan het besteden aan gedragsmaatregelen waar het gros in meegaat. Of je gaat het besteden aan het strijden van het handhaven van een hele kleine groep die dan overtreedt. Dan denk ik van, laten we dan investeren in goed gedrag. Kiezen we voor politie en BOA's of kiezen we voor buurtwerk? En dan zeggen wij, wij kiezen voor buurtwerk. Want we denken echt dat als je leuke dingen gaat doen met jongeren en je neemt ze mee. En je laat ze bijvoorbeeld zelf meedenken. Want dat zou natuurlijk op zo'n schoolplein ideaal zijn. Dat jongeren zelf gaan bedenken van hoe gaan we het inrichten. En dan zich ook zelf verantwoordelijk voelen. En dan gaan ze elkaar wel aanspreken hoor. Als de een verpest wat de ander zo mooi heeft bedacht. Ja, dus, en op daar gaan wij gewoon veel beter. Op een schoolplein, daar is een docent. Hè? Maar Theo, het is onbetaalbaar om overal een BOA neer te zetten. Dus we moeten het hebben van inderdaad het stimuleren van het gedrag van mensen. Anders krijgen we die samenleving echt niet fatsoenlijk. Ik ben hier niet om Herman dat overal neer te zetten. Nee, maar ik ben hier ook niet om te overtuigen. Ik hoor heel graag de verdieping. Ja. En welke consequentie daarin neemt. En dat mogen helder zijn. Dus we kunnen door naar het volgende punt. Hoe maken we het die vrijwilligers nou makkelijker om hun werk te doen? Ja, daar moeten we alles aan doen. Om de vrijwilligers makkelijker te maken. Weet je, we zijn in Woerden aan het kijken, dat hele subsidieverhaal is op de schop gegaan.
Wij vinden het belangrijk dat het zo makkelijk mogelijk is om die steun te krijgen. Dus we zijn echt niet voor allerlei kaders die worden aangebracht. Dus weet je, eigenlijk zijn al die vrijwilligersorganisaties, het gaat om de zorg, hè, en er is heel veel weg bezuinigd. Is een soort van afvoerputje komt er dan op een gegeven moment. Waar mensen die nergens meer in terecht kunnen, die bijvoorbeeld uit de GGZ zijn gevallen, die moeten door vrijwilligersorganisaties worden opgevangen. Dat is nogal wat. Dus ik vind dat je er echt alles aan moet doen om die organisaties te ondersteunen. En dat je dat ook niet gaat frustreren. Wat betekent dat voor het verenigingsleven? Waar ook opgevangen wordt, al is het dan niet het opvangen van mensen die dreigen over het randje heen te vallen, maar waar je als jongere mee kunt in het volwassen leven op een zeer beschermde wijze. Ja, natuurlijk. Nee, het verenigingsleven hoort natuurlijk gewoon daarbij. Dat zijn ook vrijwilligers. En door het verenigingsleven, ja, weet je moet gewoon een soort cement hebben in de samenleving van opvang van elkaar. En daar horen verenigingen zeker bij. De sleutelpunten van varen, de toneelvereniging. Ja, alles. Ja. Dat is zo belangrijk. Toch even daarop doorgaand. We hebben natuurlijk het probleem gehad, nou ja, we hebben die doelstelling. 2030. Vervolgens gebeuren een aantal dingen. Coronacrisis, waar de kosten van gerepareerd moeten worden. Nu de energieprijzen, ik noem het nog even geen crisis, het is meer een economisch verhaal dan een grondstoffenverhaal op dit voor moment. Voor mensen met een smalle portemonnee maar is het wel crisis. Maar het is economisch. Ja. Oftewel, het gaat, hij is op dit moment heel erg hoog, de energieprijs. Maar wat kunnen we als gemeente doen om dat onder controle te houden voor onze bewoners? En dan denk ik voornamelijk aan de mensen die niet de centen klaar hebben liggen om, of die in de huurwoning zitten, maar moeten accepteren dat de voordeur tocht en dat de zolder. Ja, dus voor die mensen, Theo, daar moet subsidie voor komen. En dat moet niet uit Woerden komen, want wij hebben die middelen daar niet voor. Daar moet heel veel geld voor uit Den Haag komen om die mensen te helpen met die huizen te installeren. Dus kunnen we Woerden op dit moment niet opsturen? Nou, weet je, als het aan ons ligt, dan komt er budget voor subsidie. Maar we weten ook dat een oud huis subsidiëren, dat kan ergens tussen de 10 en de 60, 70.000 euro kosten. De gemeente Woerden heeft geen geld om alle huizen te helpen met dat volledig te subsidiëren. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar wij zullen wel Den Haag oproepen om daarmee te komen. Ik denk wat het allerbelangrijkste is dat wij vooral zelf onze energie gaan opwekken. Nu zijn we afhankelijk van Poetin, waar ons gas vandaan komt. Die draait de kraan dicht en de gasprijzen vliegen door het dak. Dus dit is het moment waarop je twee dingen kan doen. Je kan zeggen, ik compenseer mensen voor die gasprijs. Dat is een beetje de VVD-oplossing. En wij zeggen, pak nou dit moment aan om die huizen te isoleren. Om zelf veel energie te gaan opwekken. Met windmolens in Woerden en lokaal eigenaarschap kan de Woerdense bevolking daarvan profiteren. Dan geven we het geld uit aan een structurele oplossing. Waardoor we echt minder energie hoeven te importeren. En we geven het uit aan de portemonnee van de Woerdenaren op een structurele manier. In plaats van dat we Poetin aan het subsidiëren zijn. Wij zijn heel erg voor participatie en dat we daar meer vormen voor vinden. Ik vind dat ieder onderwerp is anders daarin. Het ligt er heel erg aan van wie zijn belanghebbenden en wie wil je dan graag horen, wie wil je meenemen in die participatie. En ik vind dat je als gemeenteraad daar ook aan de voorkant over na kan denken van hoe gaan we dat dan doen en daar heldere spelregels voor geven. Want weet je wanneer het misgaat, als bijvoorbeeld bij die verkeersvisie, die weet jij ook al te goed, dat mensen gaan meedenken met een bepaalde verwachting dat ze een hele integrale visie gaan doen. En dan uiteindelijk blijkt dus dat dat binnen een soort van marge moet. Ja, en natuurlijk zijn mensen dan gefrustreerd en natuurlijk gaan mensen dan roepen. Dus je moet van tevoren heldere spelregels hebben. Er zijn ook wel onderwerpen waarvan ik denk, daar hoef je niet iedereen bij te halen. En soms gaat het wel goed. Eigenlijk vind ik op het moment dat mensen hebben meegeparticipeerd en het wordt in de uitvoering en dan gaan mensen daar ook nog van alles voor vinden, vind ik eigenlijk bijna bij oogst. Want dat betekent dat mensen zodanig hebben meegedacht en betrokken zijn dat ze ook wat gaan vinden van de uitvoering. En ik zou wel kijken van hoe kunnen wij nou zorgen dat we ook een vinger aan de pols hebben hoe die uitvoering gaat. En we hebben in ons programma hebben we staan burgerpanels, burgerberaad. Ik denk dat je dat soort dingen, als je dat inricht dan en je oren dan openhoudt. En over social media gesproken, het is ook een manier om signalen op te vangen. Ja. Dus ik vind vooral die combinaties tussen cultuur en kunst en verkeer en ja, maakt niet uit wat. Maar cultuur is daarin een bindmiddel. En
daar kunnen we de cultuurmarkt heel goed bij gebruiken in Woerden. Mag ik er iets aan toevoegen? Want ik ben zelf bijvoorbeeld in mijn jeugd een tijd lang bestuurslid geweest bij Babylon, tegenwoordig poppodium Bredius. Dan zit je met allemaal middelbare scholieren. Dat kreeg een beetje hulp van de overheid. Maar het zijn allemaal mensen die geleerd hebben hoe je een festival moet organiseren. Hoe je een voorraadbeheer in een bar doet. Er waren bandjes met leeftijdsgenoten die les hadden gehad op de muziekschool. Het feit dat wij een stad hebben met Acoustival, met een Woerdense vakantieweek, met een fantastische Koninginnedag. Dat komt omdat wij met elkaar een infrastructuur hebben en waar de overheid bij helpt. Die maakt dat wij gewoon heel veel Woerdenaren hebben die iets kunnen. Die samen iets kunnen organiseren en die snappen dat cultuur is wat Woerden die leuke stad maakt. Verenigingsleven is beschermd volwassen worden. Zeker. Ja. Ja. Maar dan daar plukken we nu de vruchten van. Ja. Ook. Mm-hmm. Er zijn nergens zoveel vrijwilligers bijna als in Woerden. We maken het ook de mensen die een vereniging runnen niet makkelijk meer. Steeds meer regelgeving, steeds meer bovenop zitten, ja. Steeds minder geld om toe. Ja, ja. 8000 in milieu voor de fanfare en ik denk dat een fanfare in Woerden op dit moment nog 1500 heeft en het daarvoor moet doen. En die verschuiving, ja, die heeft ook in de samenleving zijn prijs. Want vrijwilligerswerk is en blijft het. Maar kunnen we ook daar die vrijwilligers ontlasten? Ja, zitten ze op de huid met de kantine, we zitten ze op de huid met regelgeving. Ja. We zitten ze op de huid met ze moeten gecertificeerd zijn om... daar moeten we ontzettend mee uitkijken. Wie durft er nog, wie wil er nog frank en vrij bestuurder worden in een vereniging waar 300 leden rondlopen? Ja, ik ben het helemaal met je eens, Theo. Ja, wat kunnen we? We moeten daar, als het gaat om de regels, kan je natuurlijk daar best wat aan doen. Jouw Babylon, wat je net over vertelde, kan in deze tijd niet meer. Het gaat direct over aansprakelijkheid. Het gaat over heeft de verantwoording. Ik weet niet of het niet meer kan, maar ik denk wel dat we met... De samenleving is wel wat geïndividualiseerd de afgelopen jaren. En je ziet wel dat mensen minder commitment hebben om jarenlang aan zo'n vrijwilligersfunctie bij te dragen. Dat heeft misschien met die regels te maken, maar ik hoop ook wel dat... Corona en het feit dat we meer zien, we hebben elkaar nodig. Dat er een beetje een revival van die samenhorigheid komt. En dat er weer meer een voedingsbodem komt om samen... Door een tijd komt de woestijn weer tot bloei. Ja, zeker. Kijk naar Pracht in de Gracht. Wat ontstaan is in coronatijd. Ja, fantastisch. Toch een fantastisch initiatief. Maar wij moeten als overheid wel klaarstaan om te zorgen dat daar waar je die bloemetjes ziet ontkiemen... dat we bereid zijn om ze water te geven. Daar ben ik helemaal met je eens. En daar moet wel geld voor zijn. Ja. En minder regels. 10 maart om 16:30 organiseert Politieke V in Ruitentroef in de raadzaal van het gemeentehuis een verkiezingsdebat. Gastheer is de gemeente. Alle Woerdense partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn daarbij aanwezig. RPL zendt het debat live uit op tv.